Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een heel ander soort video dan wat jullie normaal van mij gewend zijn dit keer. Namelijk de My Tattoo en Piercing Tag. Ik kwam deze tag bij een aantal YouTubers tegen en ik dacht, die tag die vind ik wel heel erg leuk om ook op te nemen voor mijn kanaal. Omdat ik zelf ook tatoeages en piercings heb. Het is daarbij wel een hele persoonlijke video meteen. Want smaken verschillen natuurlijk heel erg. De ene persoon die vindt tatoeages en piercings heel erg mooi. Er zijn ook mensen die hebben er echt een hekel aan. Dus ik heb ook eigenlijk zoiets haatcomments. Mocht je die hebben, laat die achterwege. Want het is heel persoonlijk. Het is, ja... In dit geval mijn lichaam. Dus ja, wat ik heb gezet, daar ben ik blij mee. En daar heb ik bewust voor gekozen. Dus dat wilde ik eigenlijk eventjes kwijt. Als je benieuwd bent naar welke tatoeages en piercings ik dus zoal heb, zou ik zeggen, kijk zeker eventjes naar deze video. Ik ga beginnen met... Mijn tatoeages, daar heb ik er het minst van. Ik heb namelijk 2 tatoeages. En de eerste tatoeage die ik liet zetten was op mijn 18e. En ik vond dat eigenlijk al een hele lange tijd, vond ik het heel erg mooi om een tatoeage op mijn onderrug te laten zetten. Maar ik wist niet zo goed wat ik wilde, wat ik mooi vond. Uiteindelijk heb ik toen een hele mooie afbeelding gevonden die ik heel erg bij mij vond paste. Hij is niet super opvallend. Hij heeft vrij subtiele lijnen. Ik vond het echt ja, een tatoeage die heel erg goed bij mij paste. Dus die heb ik toen laten zetten toen ik 18 was. Dan mag het ook zonder toestemming van je ouders. Als je jonger bent. Moet je volgens mij toestemming hebben, maar ook niet alle tatoeëerders, zeg ik dat goed? Nou, in ieder geval niet alle tattooartiesten die, laat ik het zo maar zeggen, die zetten onder de 18 omdat de huid dan nog meegroeit. Dus dat is ook heel verschillend per tattoo shop. Ik heb voor deze tatoeage... best wel een tijdje moeten zitten. Ik geloof een uurtje of 2. Maar, en dat kwam niet zozeer omdat hij gewoon zo groot was. Maar meer omdat het mijn eerste tatoeage was. En er ja, het niet helemaal lekker liep. Ik zat met mijn gezicht naar een stoel toe. Normaal lig je op een stoel. Als je bijvoorbeeld op een arm of zo of op een been laat zetten. Maar ja, op je rug. Dan moet je natuurlijk met je gezicht naar de stoel toe zitten. Dus dat is niet echt een hele comfortabele houding, kan ik je vertellen. Het was ook mijn eerste tatoeage. Dus ik werd op een gegeven moment een beetje licht in mijn hoofd. Ik ben zelfs even weggezakt. Ik werd op een gegeven moment werd ik echt zo wakker gemaakt van... Oh, oké, waar ben ik? Net, ik was gewoon eventjes mijn bewustzijn kwijt of zo. En toen heb ik eventjes wat gedronken en ik heb een paar dextro snoepjes genomen. En toen ging het eigenlijk een stuk beter. En ja, toen heb ik het gewoon helemaal kunnen uitzitten. Dus vandaar dat het wat langer duurde omdat ik wegviel. En dan mag je natuurlijk niet doortatoeëren. De pijn... viel eigenlijk best wel mee. Ik had het pijnlijker verwacht. Nou weet je natuurlijk als je een eerste tatoeage laat zetten nooit precies hoeveel pijn het zal doen. Je kunt je er misschien een voorstelling bij maken, maar meestal pakt het anders uit. En dat was bij mijn geval eigenlijk ook zo. Het viel mee. Ik moet wel zeggen dat het best wel een... pijnlijke plek is. Tenminste, dat heb ik van horen zeggen. Misschien hebben anderen daar hele andere ervaringen mee. En er zijn vast nog wel pijnlijkere plekken. Maar ja, het is gewoon... Het is natuurlijk best wel een beetje een... een rotplek eigenlijk.
Maar ja, wie mooi wil zijn moet pijn lijden, zeg ik dan maar. Dus ik had het er zeker voor over. Ik heb deze tatoeage ook niet laten bijwerken nog steeds. Ik heb hem op mijn 18e laten zetten. Ik ben nu 25. Dus in feite, ik zou hem nog steeds mogen laten bijwerken. Want eigenlijk geldt bij de meeste shops dat je hem één keer gratis mag laten bijwerken. Dat heb ik nog steeds niet gedaan. En misschien dat ik dat nog wel een keer ga laten doen. Hij wordt hier en daar, krijgt hij wel wat wittere plekjes. Dus op zich zou het wel goed zijn om dat te laten doen. Maar ik heb nog niet, niet zoiets dat ik me er heel erg aan stoor. Waarvan ik denk, oké, het moet nu gebeuren. Maar ik denk dat ik hem in de toekomst nog wel ga laten bijwerken. Dan mijn tweede tatoeage. Die liet ik zetten toen ik 21 was. En die zit op mijn pols. Ik heb de letter A laten zetten. En nou ja, dan kun je natuurlijk misschien al wel raden waarom ik een A liet zetten. Omdat ik natuurlijk Angela heet. Dus ik vond een A'tje wel heel erg leuk op mijn pols. Ik vond mijn pols gewoon een leuke plek. En ik heb niet hele brede polsen. Ze zijn vrij smal. Dus ik vond ook dat het een smalle afbeelding moest zijn die daar kwam te staan. Want ik vind een hele grove tatoeage vind ik dan zelf te druk op mijn pols. Maar dat is iets persoonlijks. Dus ja, dat vond ik gewoon niet zo heel erg mooi bij mij staan. Dus ik heb gekozen voor een subtiel A'tje. Deze is ook zelf ontworpen door degene waar ik hem heb laten zetten. Want ik had zelf een afbeelding meegenomen, maar die was vrij ingewikkeld. Dus het was beter om het iets simpeler te houden. En ik geloof ook dat ik met 10, 15 minuutjes al klaar was. Hij zat er echt zo op. Ik werd wederom wel weer een beetje licht in mijn hoofd. Maar dat kan ook wel komen door de wat kleinere ruimte, een beetje benauwder. Dus ja, ik had van tevoren dit keer ook gewoon normaal gegeten en zo. Maar ik denk, ja, misschien dat ik daar gewoon wat gevoeliger voor ben. Maar het heeft me in ieder geval niet tegengehouden om het af te breken of zo. En dat zou natuurlijk ook wel heel raar zijn als je met een halve letter op je pols loopt. Maar ja, wat dat betreft heeft de ervaring van de eerste keer me niet tegengehouden om het nog een keertje te doen. Ik heb deze tatoeage wel laten bijwerken. Daar zag je al vrij snel plekjes in. Dus dat heb ik wel laten doen. En ik denk dat je nu ook wel weer een beetje plekjes ziet. Maar ja, dat kan natuurlijk ook de eerste dagen al een beetje misgaan. Als de inkt zich moet inkapselen in je lichaam. Ja, dan kan het soms zijn dat als je ergens tegenaan stoot of zo. Ja, dat het ja, toch iets beschadigt. En ik denk dat je daarom ook gewoon die bijwerken, dat de mogelijkheid om het gratis te laten bijwerken erbij krijgt. Hier viel de pijn eigenlijk ook super mee. Het is wel een gevoelige plek, want er zitten veel aderen. De huid is ook vrij dun daar. Maar nee, ik vond het niet super pijnlijk. En ik heb op zich ook best wel een vrij hoge pijngrens. Dus wat dat betreft is dat het probleem niet zo. Maar ik ben er altijd nog heel erg blij mee met mijn beide tatoeages. De vraag is misschien, zou ik in de toekomst nog tatoeages erbij willen? En ja, ik heb nog wel een paar ideeën die ik heel erg mooi vind om te laten zetten. Het is wel zo dat ik nog heel erg bezig ben met wat voor plek het zou moeten zijn. Want het gaat om een tekst en de tekst is vrij lang. En ja, ik zou nu nog niet weten van oké, waar zal ik het laten doen? Want ik wil wel echt een mooie plek hebben om het te laten zetten natuurlijk. Omdat het ook voor je leven erop zit. Dus daar ben ik nog niet over uit. Maar ik heb zeker nog wel wat dat betreft daar plannen in. Maar dat is iets voor de toekomst. Als ik er echt helemaal zeker over ben waar ik het zou willen laten zetten, dat ik dat
zal gaan laten doen. Dus ja, wat dat betreft was dit eigenlijk de verhaal achter mijn tatoeages. Dan gaan we door naar mijn piercings. Van de piercings heb ik er 5. Ik zeg dit twijfelachtig omdat ik nog steeds een beetje twijfel of deze helix wel als piercing geldt. Ik was ongeveer 10 of 11 jaar en toen liet ik hem boven in mijn oor zetten. Maar in die tijd mocht het nog bij de juwelier, werd het gewoon geschoten. Zoals ook gewoon oorbellen gezet worden. Tegenwoordig mag dat niet meer, want je mag dus niet meer door dat gebied heen schieten door het kraakbeen bovenin. Want dat kan consequenties hebben ook. Maar in die tijd mocht het nog en zat er ook geen leeftijd aan verbonden. Ik weet eigenlijk niet of dat je op welke leeftijd deze piercing dus in deze tijd zou mogen laten zetten. Omdat hij dus aangezien nu de tijd echt gepierst zal gaan worden. Dus dat weet ik niet. Maar ja, ik was vrij jong en het was in de zomer. En ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik vond het wel wat hebben. Ik vond het ook wel stoer. Want ja, ik had al jaren oorbellen. Dus ik dacht, nou, leuk. Dus dat heb ik toen laten doen. En daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Ik heb er ook nu probeer ik bij al mijn piercings eigenlijk een beetje één stijl aan te houden. En dat is dat ik de balletjes die je op een piercing draait, dat die regenboogeffecten hebben. Dus dat die heel erg mee glinsteren met de zon. En dat vind ik zelf super mooi. En dat heb ik dus ook hierbovenin. Alleen dat zijn twee balletjes. En het is niet zo heel erg handig. Want het dingetje is open half. En heel vaak blijven de haren achter steken. Dus dat vind ik niet zo handig. Maar ja, ik vind het wel heel erg leuk om alles in één trend te hebben. Maar nogmaals, ik weet dus niet of dat ik deze als een echte piercing mag rekenen. Omdat hij geschoten is en niet echt gepierst. Toen ik 13 was, toen wilde ik heel graag een neuspiercing. Ik vond dit echt heel erg mooi staan. En ja, ik vond het heel erg tof, tenminste. Ik was natuurlijk toen nog 13, dus dan heb je toestemming nodig van je ouders. Nou, die van mij vonden het prima, die hadden er geen probleem mee, dus de toestemming die was al binnen. En ik ben de piercing toen nog gaan laten zetten. Ik moet wel zeggen dat dat toen een beetje tegenviel, omdat het toendertijd nog oorbellen waren die dan in de neus omgebogen werden. Dus als net het gaatje was gezet, zeg maar, dan ging die oorbel erin en dan werd die omgebogen in je neus. Dat was echt een heel onprettig gevoel. Nou ja, goed, dan wordt daarna nog wat nazorg gedaan, een beetje schoongemaakt, dat soort dingetjes. Ik liet hem toen in de zomer zetten en dat was dus ook eigenlijk niet echt een heel geschikt tijdstip om dat te doen. Want je mag na het zetten van een piercing dus helemaal niet zwemmen. En dat wist ik helemaal niet. En misschien had ik te weinig informatie daarover opgezocht. Maar ik had ook helemaal geen informatie meegekregen van de piercer waar ik geweest was. Dus die zei ook niet van je mag niet zwemmen of je mag dit niet of je mag dat niet. Ja, ik zat eigenlijk vrolijk. Zat ik weer in het zwembad achter in de tuin. Maar dat bleek dus helemaal niet te mogen. Maar na een paar dagen nadat ik de piercing had laten zetten, toen verloor ik die oorbel eigenlijk. Die is uit mijn neus gevallen op een of andere manier. Het ombuigen was niet helemaal goed gegaan of zo. Hij was eruit. Nou ja, nog nagezocht. Konden hem nergens meer vinden. Uiteindelijk een nieuwe piercing weten te bemachtigen. Dat was gewoon een rechte piercing
met een klein bolletje aan de onderkant. Nou ja, dat was gewoon al heel pijnlijk om die er weer terug in te krijgen. Omdat je natuurlijk de eerste paar weken helemaal niet mag verwisselen. Omdat je dan met de genezingstijd zit. Dus dat ging eigenlijk al mis. Nou, uiteindelijk ging die piercing er wel in. Maar bleek het toch niet helemaal goed te gaan. Ik had er eigenlijk... Ja, na een tijd begon ik te merken dat er een bult kwam achter mijn piercinggaatje. Dus op een gegeven moment liep ik eigenlijk ook altijd met dat de piercing er gewoon een stukje uit stak. Die kon er gewoon niet helemaal in. Dat lukte niet, omdat die bult daarachter zat. Nou, toen heb ik dus toch maar besloten om hem opnieuw te gaan laten zetten. Zo ben ik bij een andere piercer geweest en die zei toen van ja... Dan moet je eerst met zoutoplossing moest ik 3 keer per dag spoelen. Zodat die bult ging slinken, zeg maar. Ik had hem opnieuw kunnen laten zetten. Wel meteen als ik de andere kant van mijn neus had gekozen. Maar ik wilde hem heel graag weer in de rechterkant van mijn neus hebben. Ik ben zelf ook rechts, dus ik doe ook alles met mijn rechterhand. En ik vind het dan makkelijker om zo bij mijn neus te komen dan zo. Dan heb ik ook... Ja, dan heb ik het idee dat ik heel veel grip mis. Dus ik wilde hem heel graag weer in rechts. Dus dan moest ik eventjes wachten. Ik geloof dat ik toen na een weekje of 4 dat de bult geslonken is. Toen mocht ik hem opnieuw laten piercen. En daar ben ik nog steeds heel blij mee. Want nu zit hij dus helemaal goed. De bult is ook weg. Je ziet ook niet meer dat er eerst een piercing heeft gezeten. Want hij is er gewoon eigenlijk volgens mij vlak naast gegaan. En niet in hetzelfde gaatje. Maar je ziet hem niet. Het is wel heel mooi genezen, dat oude gaatje. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat je daar niks meer van ziet. Nou ja, ik wist natuurlijk al of dat het misschien wat de pijn inhield. Ik vond het reuze meevallen. Omdat ik het natuurlijk al een keer eerder had laten doen. En de eerste keer viel me eigenlijk ook reuze mee. Want in feite is als het gaatje is gezet, dan is het ook eigenlijk het ergste wel voorbij. Want dan is het alleen nog maar een fase van de piercing erin te doen. En een beetje nabehandeling. En dan is het ook gewoon klaar. Dus dat is ook eigenlijk de enige piercing waar ik ooit problemen mee heb gehad. Met mijn neuspiercing. Maar ik ben heel blij dat het uiteindelijk toch is goed gekomen. Toen wilde ik op mijn 16e jaar heel graag een navelpiercing. Je zag dat toen de tijd ook nog heel veel in videoclips van Christina Aguilera. En, ja, ik vond dat echt heel erg leuk hoe het eruit ziet. Ik vond dat echt super mooi. Dus ik wilde dat heel graag. Ik besloot dat op een zondag. En die donderdag erop zat ik al bij de piercer. Dus dat ging echt super snel. Ik heb een enkele. Sommigen die kiezen ervoor om een dubbele te nemen. Dan laten ze zowel het bovenkantje als het onderkantje piercen. En dan kun je er dus een dubbele piercing in dragen. Ik vond een enkele mooier bij mezelf. Dus ik ben toen naar de piercer gegaan. Ik had toen nog toestemming nodig. Weet ik eigenlijk niet of ik toen nog toestemming nodig had. Nee, durf ik niet meer te zeggen, want dat is alweer, ik bedoel, 9 jaar geleden. Dat was de eerste keer dat ik bij... moet ik het even goed uitleggen? Ik ben toen... ik heb mijn neuspiercing. De tweede keer heb ik later laten zetten dan mijn navel. Dus ik ben met... De tweede keer dat ik die neuspiercing ging laten zetten, ben ik naar dezelfde piercer teruggegaan als die mijn navelpiercing heeft gezet. Ik ben dan ook zo iemand die op YouTube filmpjes gaat kijken over hoe dat zo'n beetje gaat. Want ik vind dat dan ook interessant om te zien. En er zit een soort... Dan wordt er gewoon eerst het stipje gezet en zo, waar je hem wil hebben. En het wordt even schoongemaakt. Nou, dan gaan ze de naald er doorheen doen. Het viel ook reuze mee, die pijn. Nee, het viel gewoon echt super mee. En dan zit er een soort, ja, doorzichtig buisje aan. Dan gaat die
piercing die gaat er dan in. Dan is het alleen nog de kwestie van een balletje erop draaien. Dus dat vond ik wel heel grappig hoe dat ging. En ik was ook heel blij dat ik hem daarna ook nog had. Ik heb hem ook nog steeds trouwens. Ik ben niet van plan om piercings eruit te gaan laten halen die ik ooit heb gezet. Tenzij het echt om medische redenen is of zo. Maar ik hoop dat ze gewoon kunnen blijven zitten. En ja, dat viel ik reuze mee. Je moet altijd een beetje uitkijken met strakke kleding. Dus geen niet strakke truitjes, niet strakke hemdjes. Maar dat is eigenlijk ook bij de tatoeages zo. Daar moet je ook geen vuile of strakke kleding overheen dragen. Omdat je anders kans hebt dat het gaat ontsteken of zo. Dus ik kreeg geloof ik nog zo'n... flaconnetje mee met nazorgspul. Dat je gewoon per dag even iets moest draaien. En het gewoon goed schoonhouden. In ieder geval, dat is heel belangrijk voor de genezing. Volgens mij was die ook best wel snel genezen. Volgens mij was het tot 6 tot 8 weken of zo. Dus de genezingstijd viel me ook reuze mee. Dus dat ging ook eigenlijk gelukkig allemaal goed. Toen ik 20 was, toen kwamen de tragespiercingen heel erg in. Je zag ineens dat heel veel mensen dus hier zo'n ringetje doorheen hadden of een staafje. En dat vond ik er heel erg mooi uitzien, dus dat wilde ik ook heel graag. Dus uiteindelijk afspraak gemaakt om een tragus te laten zetten. Ik heb hem aan één kant, ik heb hem alleen aan de rechterkant. Ik weet niet, ik heb gewoon alles het liefste rechts. Ik weet niet wat dat is. Dus ik liet hem aan de rechterkant zetten. Ook hier viel de pijn weer reuze mee, moet ik zeggen. Zoals ik eerder al zei, mijn pijngrens is best wel hoog. Dus ik kan wel wat hebben. En ja, het is alleen eventjes... je voelt het wel eventjes als die naald er doorheen gaan. Maar dat ben je al heel snel weer vergeten, vind ik zelf, als die piercing erin zit. Je voelt daarna natuurlijk nog best wel dat het een beetje pijn doet, maar... Het viel mij reuze mee. Ik kreeg een staafje toen ook in de tragus piercing, zeg maar, in het gaatje. En ik vond dit zelfs ook het mooiste, moet ik heel eerlijk zeggen. Genezingstijd was vrij snel. Ik denk een weekje of 6 dat hij wel genezen was, denk ik. Maar dat is dan ook, ja... Gewoon heeft ook weer te maken met de verzorging die je eraan geeft. Ik geloof ook dat je na die tijd ook vrij snel mocht wisselen. En toen heb ik heel vaak gewoon van die staafjes piercings geprobeerd. Alleen op een of andere manier raakte ik altijd die balletjes kwijt. Die draaiden los, dat schroefdraad, dat was niet helemaal fijn. En dat vind ik ook heel erg raar, want ik heb het alleen met deze piercing. En bijvoorbeeld die bovenin, die schroefjes blijven best wel goed zitten. En het kwam van één en dezelfde shop, omdat ik mijn piercings altijd online koop. Omdat ik in een dorp woon en hier geen piercingszaken te vinden zijn, bestel ik ze altijd online. En dan probeer ik ze zelf samen te stellen, wat ik het mooiste vind. Alleen, dat werkt dus bij die tragus totaal niet, want die draait dus elke keer los. Dus dat was heel jammer. Dus op een gegeven moment toen heb ik gekozen voor een ringetje. Ook daar hoorde eigenlijk een balletje tussen voor het leuke effect. Maar dat balletje dat was ik al heel snel kwijt. Want dat is zo klein. Nou, dan moet je dan door iemand anders laten doen. En die moet eigenlijk ook weer hele fijne vingers hebben. En dat moet tegelijkertijd met een tangetje aangedrukt worden. Nou, het is echt een drama. Het is echt een ramp. Dus toen hebben we maar gewoon zo dicht gemaakt zonder het balletje ertussen. Nou ben ik wel een beetje huiverig voor het feit als ik er ooit wat anders in zou willen, hoe ik hem weer terug open ga krijgen. Maar dat is een zorg voor dan. Maar dat vind ik wel jammer, dat de staafjes wat minder goed blijven zitten. Dus misschien als jullie tips hebben voor leuke webshops waar je piercings kunt kopen, of misschien een goede tip als je zelf een tragus hebt wat je erin draagt, laat het vooral weten bij de comments. Want
ja, vind ik altijd leuk om, om nieuwe dingen te ontdekken. Toen was ik 22 en toen had ik echt al hele lange tijd zitten nadenken over een tongpiercing. Ik vond het echt super gaaf. Ik zag dat wel eens bij anderen en ik vond het er heel gaaf uitzien. Gewoon heel mooi. Nou, dus ik kwam met dat idee en een beetje overleg en ja, het is allemaal goed. Afspraak gemaakt. Ik kon toen op zaterdag de tongpiercing laten zetten, terwijl ik het op donderdag had besloten. Dus het is ook echt, oké, ik beslis het. En het gebeurt ook meteen. Maar ik heb er daarvoor altijd wel een tijdje over nagedacht. En ik denk dat het met een piercing soms ook nog wel anders is, omdat je die er altijd uit kunt halen, ben je het echt helemaal zat. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat je niet weet of dat die helemaal mooi dicht groeit. Maar goed, dat is iets, een risico wat je denk ik moet nemen dan. Maar goed, ik kwam bij de piercer aan en ik ging dit keer naar een andere piercer, want waar ik voorheen de fijne ervaring had opgebouwd, die deden geen tongpiercings. Dat vonden hun stonden daar zelf niet achter, ook vanwege ja, problemen die het aan je gebit zou kunnen veroorzaken. Dus hun zetten die piercing niet. Dus toen heb ik uiteindelijk een andere goede piercer gevonden die het wel deed. Vond ik ook super, ja, super spannend. Toen ik daar kwam moest ik eerst mijn mond spoelen en zo. En er werd de plaats eigenlijk bepaald. En dat is bij je tong, is het gewoon best, kan het een risicootje zijn. Want als je een verkeerde piercer treft en die prikt verkeerd, dan heb je wel een probleem. Want als je in je ader prikt, dat is heel gevaarlijk. Dus dat was ook hetgene waardoor ik best wel lang heb getwijfeld. En ook vanwege de problemen die je hoort bij het gebit. Maar daar zal ik zo wat meer over vertellen. Dus de plek was bepaald. Ik kreeg een tang op mijn tong. Toen ging de naald er doorheen. En toen ging de piercing erin. Ik voelde me daarna wel wat lichtjes. Maar ik weet, ik ben daar gewoon wat gevoeliger voor. Ik heb dat bijna bij al mijn piercings gehad, ook bij de tatoeages. Dus het is toch, ja, misschien ook wel de spanning die er een beetje uitkomt. En daarna moest ik gewoon 3 keer per dag spoelen om het schoon te houden met een mondspoeling. Je krijgt eerst best wel een heel lang staafje. Ik geloof dat dat staafje 23 centimeter is. Of 20? 20 centimeter? Nou, ik weet niet precies. Omdat je tong gaat opzwellen nadat de piercing gezet is. En de eerste uren voelde ik echt helemaal niks. En de meeste mensen die dus een tongpiercing laten zetten, die gaan ook vloeibaar eten. Die gaan gewoon een paar dagen vloeibaar gewoon op vla en yoghurt en dat soort dingetjes. Omdat je eigenlijk niet kunt eten. Maar wij gingen gezellig, nadat ik die piercing had laten zetten, naar de IKEA. En we gingen daar ook gewoon eten. Dus ik zat gewoon aan een maaltijd van de IKEA. En oké, het ging best wel wat trager. Maar ik heb gewoon gelijk vast voedsel gegeten. En daarna voelde ik echt dat die tong ging opzwellen. Ik kreeg echt gewoon meer pijn, ik denk. Oh nee, is dit echt de pijn die je daarna gaat voelen? Want dat deed gewoon veel meer pijn dan de pijn die ik had met het zetten. En ik dacht echt, oh. Nou, toen kwam ik thuis. Veel gekoeld met ijsblokjes, koud drinken, dat soort dingen. Nou, ik hield het gewoon eigenlijk niet uit. Ik dacht echt, oké, als het morgen nog zoveel pijn doet, haal ik hem eruit. Maar dat was natuurlijk een gedachte op dat moment, want dat wilde ik helemaal niet serieus. Ik wilde hem helemaal niet kwijt. Alleen op dat moment vond ik het echt zo vreselijk, de pijn die ik voelde. Maar de volgende dag toen heb ik een milkshakeje genomen en daarna ging het echt een stuk beter. De pijn die zakte gewoon echt weg. Gewoon, ik denk gewoon door die kou van die milkshake, dat was echt
serieus het beste medicijn na het zetten van die tongpiercing, een milkshake. Toen heb ik zelfs ook nog een frikandel gegeten, dus ook weer vastvoedsel. En daarna ging het eigenlijk een stuk beter. De dagen daarna voelde ik al gewoon dat die tong weer dunner werd. Dus dat was gewoon heel erg fijn dat dat zo snel ging. Toen was ik ook super blij dat ik hem niet had uitgehaald. Toen mocht ik na een week of 9, denk ik ongeveer, mocht er een wat kleiner staafje in, de 16 mm. En ja, dat was op zich wel heel spannend, want het is de eerste keer dat je gaat veranderen. Alleen het is ook wel een opluchting, omdat dat langere staafje, daar krijg je best wel last van. Dus dat vond ik wel heel fijn. En de meesten die raden dus aan om een acrylpiercing in je tong te nemen, omdat ijzer zou je gebit op den duur kunnen beschadigen als je er veel mee speelt of als je veel tegen je tanden aantikt. Maar dat heb ik dus ook geprobeerd, acryl, alleen dat ging bij mij elke keer mis. Want of ik slikte het balletje in. Ik heb zelfs een keer gehad dat ik de hele piercing heb doorgeslikt. Gelukkig, het kon geen kwaad, maar het idee was best wel een beetje griezelig. Dat ik gewoon die piercing in zijn geheel had doorgeslikt. Nadat het balletje er al was. En of ze gingen heel snel kapot, dan beet je ze kapot of zo. Dus het materiaal was gewoon super slecht. Toen heb ik gewoon ervoor gekozen om een piercing van chirurgische staal erin te doen. En die blijft wel gewoon zitten. Die heb ik aangedraaid. Die hoef ik af en toe maar te controleren. Die blijft gewoon zitten. Voor mij werkte dat gewoon veel beter. Vind ik persoonlijk ook wel mooier staan dan zo'n gekleurd balletje. Maar dat is heel persoonlijk. Soms kan het ook grappig zijn. Bijvoorbeeld glow in the dark of zo. Mijn tandarts die was er minder blij mee. Die vond het niet zo heel erg tof dat ik zo'n ding in mijn mond had. Maar ja, ik dacht boeien. Het is mijn tong, het is mijn lijf, dus ik doe wat ik wil. De kaakchirurg vond het niet zo leuk trouwens. Die zei, ga je hem inhouden? Ja, zei ik. Hij zei, oké, hij blijft voorlopig in, ging hij noteren. Ik zeg, nee, hij blijft in. Oké, tongpiercing gaat er niet uit, noteerde hij toen. Dus dat is gewoon niet, daar moet je gewoon even iets feller in zijn. Als je het gewoon, ik bedoel, als het jouw ding is, dan dat je daar gewoon wat feller in zijn. Maar dit was wel degene waar ik het meeste pijn mee heb ervaren. Gewoon omdat die tong natuurlijk zo dik werd. En dat was ik bij die andere piercings niet gewend. Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat dat is goed gekomen. Ik vind ook trouwens wel dat ik nu genoeg piercings heb. Ik heb nu niet meer plekken waarvan ik denk, oh, daar zou ik nog wel wat willen of zo. Nee, ik vind dit wel voldoende. Ik ben blij met de piercings die ik heb. En ik heb niet nog meer wensen om er nog meer te laten zetten. Dus ik vind dat genoeg zo. Dan was dit de My Tattoo and Piercing Tag. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie van deze video vinden. Omdat dit een hele andere videosoort is dan wat jullie inderdaad normaal van mij gewend zijn. Omdat die ook best wel persoonlijk is. Ik heb eigenlijk ook nog nooit persoonlijke video's gemaakt. Dus dit is mijn allereerste. Ja, ik ben wel benieuwd of dat jullie zelf misschien tatoeages of piercings hebben. Of dat jullie wensen hebben om ooit een van de twee te nemen of zo. Zou ik leuk vinden als je dat laat weten in de comments. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel snel weer. Doeg!